burgemeester, dames en heren. Het is mij een groot genoegen u welkom te heten bij de opvoering van het lekenspel ter ere van Sint-Jansdag. Ik heb mij laten vertellen dat we in onze parochie ook nog enkele niet-katholieken hebben. En wat dat betreft is er zelfs in ons mooie Brabant dus nog missiewerk te verrichten. Morgen is het Sint-Jansdag en dan vieren wij het feest van de heilige Johannes. En als van ouds brengen wij u een lekenspel. Meneer de burgemeester, dames en heren, ik kondig u aan, Mozes op de Sinaï. Zover. Rozemarieke. Zuster, ik moet naar de toe. Kom. Kunnen we verder, mevrouw de dokter? Goed zo. Gaat heel goed. Probeer het vol te houden. Zucht nog maar even een paar keer. Doeken. Dat niet. Dit is uw God niet. Nu toch, hè, mevrouw de dokter. Doe dat niet. Dit is uw God niet. Mevrouw Meerting. Wat? Komt er nou nog bliksem of niet? Oh, jee. Bid voor ons, want hij is nu in de net uur van onze dood. Hij is wel goed met zijn vrouw gaan naar de deur, met u gezeten. Schaaf. Het is een gaaf meisje. Kostuum, heel mooi, heel mooi. Gaston. Zadel jij de paarden af, Gaston? C'est quoi ça? Piet! Y'a le feu, Piet! Oh mijn god, Jan!
Kameraden, die rotfront und reaktion erschot. Ben je helemaal gek geworden, idioot? En net nu morgen Woudstra komt. Het is afgelopen, begrijp je? Wat afgelopen? Dat schuim Woudstra komt er hier niet meer in. Je hebt me gehoord, je doet wat ik zeg. Het is afgelopen! Sorry. Verdik je! Tu vas bien. Tout va bien. C'est terminé. Tout va bien. Tout va bien. Anton, pas op de hoofdje. Ben jij nou een dokter? Kom maar. Kom maar, meisje. Ja, ja. Kijk eens, waar is papa? Waar is papa? Moet je gapen? Ja, moet je gapen. Hoi. Hoi. Doe jij de luier even af? Laat mij maar. Kom. Zo op een lekkere schoon. Ben jij? Nee. Gooi me aan de wasmand. Ah, bedankt. Dokter, Klasse gaat dood. Kom vlug. Heb je de dokter? Te laat. Pas jij maar op. Zometeen lig jij er ook onder. Oh, laat me er door. Het spijt me, dokter. Meneer Brenner heeft gezegd dat... Oh, oh. Laat me er door, Geurts. Er ligt daar een man dood te gaan. Alleen als meneer Brenner er is. Zeg, ben je zo bewitterd? Jantje, kan jij even vasthouden? Ja, meneer Verslag. Ik heb het gehoord. Dokter. Neem me niet kwalijk, ik wil me nergens mee bemoeien, maar... het is mij opgevallen dat veel arbeiders in de parochie ziek zijn. Dat kan u toch niet ontgaan zijn?
Ja, als er iets is, beschouw mij als uw vriend. En niet als de priester waarin u niet gelooft. Loes? Sst, Alice slaapt. Is Treesje er? Nee, waarom? Kom eens mee. Je weet van Brenners arbeiders, hè? Ja. Iets drinken? Nee. Is je nooit opgevallen dat ik daar eigenlijk nooit iets aan gedaan heb? Maar je hebt toch met Brenner gepraat? Nee, ik hoef niet. Ja. Ik moet je iets vertellen. Je kent Rut Oldenzaal. Dokter Oldenzaal, ja. Ja, Rut. Zeg maar niks meer. Rosemarieke wil de kind terug. Nee, nee, dat is het niet. Het is iets met haarzelf. En wat is het dan met haar? Ze is zwanger. Oh, ik wist niet dat ze getrouwd was. Nee, daar gaat het ook niet om. Dat is het hem nou juist. Ik ben met haar naar bed geweest. En nu is ze zwanger. Nou, ik had het je veel eerder willen vertellen, echt. Je was in Utrecht, je was met die test. Ik kon het je niet zien. Je maakt Alice wakker. Maar, wat ga je nou doen? Neem de auto, ik zorg dat je morgen terugkrijgt. Doe niet zo, idioot! Loes, luister. Waar ga je nou heen? Loes!
Kijk wat ik voor Alice gevonden heb. Kijk, vader. Jouw doopjurkje, Louise. Lief, hè? Laat je haar niet dopen. Heeft die jongen je al zo ver gekregen? Mam, dat heeft er toch niks mee te maken? Je kunt hier gewoon op je oude kamer komen. Deze. En de kamer daarnaast, die richten we wel in voor Alice. Yes, Mirlof. Jij... Hoerenloper! Deutje! Tot spoedig, dokter Temmors. AMC! En waar zit je nu? En Alice? Hier staat de toekomstige staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja. Den Haag, lieve schat. Zie je me al staan op het Binnenhof? Oh, Loes, ik bel je zo terug. Kom even zitten. Waar heb je het over? Rost. Rost van Tonningen, de man die we nodig hebben. De man die mij nodig heeft. Ah, Alice, eindelijk weg uit dat benauwde burgerlijke wereldje. Je snapt het niet, hè? Die man heeft briljante plannen. Briljant. Vriendschap met de Duitsers... En een regering met deskundigen. Deskundigen. Niet van die seniele oude zakken. En jij bent zo'n deskundige. Zou je Anton moeten zien kijken? Ach, doe nou, jij bent toch helemaal geen politicus? Wat nou, doe nou. Het interesseert je geen malle moer, hè? En wat doe jij dan wel? Een beetje op je kont zitten? Met prutsen aan die pokkenschilderijtjes en maar denken dat je Rembrandt bent? Heil Hitler. Wat? Dat is het enige waar jij nog naar luistert. Loes en Anton zijn uit elkaar. Alice? Ik wist het. Wat? Niet dat ze zwanger is. Maar wel het overspel dat u pleegde. Eerlijk gezegd, dokter Meerdink... Ik vind dat u uw zonde wel heel openlijk bedrijft. Maar hoe kon u dit weten? Dat is niet belangrijk. En het blijft onder ons. Ik ben uw pastoor niet en ik kan u dus moeilijk helpen, maar... aan de andere kant merk ik dat u berouw hebt. En dat is voor mij voldoende. Niet om de schuld uit te wissen... maar wel om haar te vergeven. Ik zal uw vrouw bij haar ouders opzoeken. Dank u. Maar ik ben nog niet uitgesproken. Alvorens ik met Loes ga spreken... zal ik dat ook met dokter Oldenzaal doen. Maar waarom? Dokter, u bent niet katholiek, maar uw vrouw is dat wel. Uw huwelijk is door de kerk ingezegend.
Wat wilt u daarmee zeggen? Wel, ik denk dat met deze vrouw in uw nabijheid, dat u wel eens in de zonde zou kunnen hervallen. Ach, onzin. Ja, dat zegt u. De geest is sterk, maar het vlees is zwak. Deze vrouw moet hier weg. Beest. Echt totaal onhandelbaar. Wacht maar. Heeft u dat geleerd? De huzaren. Oh ja? Komt meneer Woutstra op eigen gelegenheid? Meneer Woutstra komt helemaal niet. Ik kom namens de heer Rost van Tonningen. Zo? Ja. Ah, dokter Meerdink. Verrassing. Twee zaken, Brenner, heel kort. Die chantage kun je verder vergeten. Alles wat jij weet is mijn vrouw bekend. En het tweede, dokter Meerdink? Eén van je arbeiders is dood. Vier anderen zijn er zeer ernstig aan toe. Ik ga dat nu melden bij de inspectie. Ja, mag ik staan, Hans, directie Brugge? Hij wil er niets meer mee te maken hebben. Geen erg goede verliezen, zou je zo zeggen. Nee. Hij heeft zich teruggetrokken op de bovenverdieping. Gekwetst, zoals hij dat noemt. Waar blijft Gaston? Zeker uithuilen bij zijn meester. Dus Woutstra is nu uit de gratie. Moet je wel zeggen dat ik die aanpak van Rost wel even wat beter vind klinken. Het is ook een man met meer, hoe noem je dat? Uitstraling. Oh, jazeker. En jij bent nu zijn rechterhand. Ja? Madame. Rode wijn. En breng het te snel. Je vader is anti-Duits, is het niet? En wat ga jij eraan doen? We willen alleen graag weten met wie we te maken hebben. Maar mijn moeder kwam uit Pruisen. Oh? Dat had je niet gedacht, hè? Ze liep bij hem weg met een Duitser. Ze had groot gelijk. Ze wilde me niet. Misschien had ze daar ook wel gelijk in. Dom, dom, dom.
Kun jij niet kloppen? Op de nieuwe orde. Op ons. Gaston. Nee, laat mij. In Utrecht hebben wij wel iets beters onder de kurk. Dag, meneer Pastoor. Dag, dokter. Ik wou even met u spreken. Ik moet de pond halen. Ik ben er maandag weer. Ik beloof u dat u de pond zult halen. Ik wil dat u vertrekt, dokter Oldenzaal. Juist. Anton heeft u verteld. Is dat uw wens of de zijne? De mijne. Alhoewel ik had begrepen dat hij u niet meer wilde zien. Dat is makkelijk gezegd, meneer Pastoor. Je verwekt een buitenechtelijk kind en vervolgens verstoot je de vrouw. Dat is heel bijbels, niet? Ik verzoek u mijn geloof hier buiten te houden. Ach, wat een onzin. Het is toch juist uit uw geloofsovertuiging dat u hier bent? U vergist zich. Zoals u weet is hij niet katholiek. U bent een intelligente vrouw. Ziet u niet in dat u niet alleen een bedreiging vormt voor zijn gezin, maar ook voor deze gemeenschap? Misschien dat we samen een oplossing kunnen vinden voor uw kind. Oh, wat dan wel? Zeker 30 zilverlingen. Als ik maar vertrek en het geluk van de jonge dokter niet in de weg sta. Ik hou van Anton en hij van mij. U vergist zich. Nee, ik vergis me niet. En verder zie ik niet in wat u hiermee te maken heeft. Zoals u zei, geen van ons beiden is katholiek. En bovendien ben ik nog bezig met Rozemarieke. Rozemarieke gaat terug naar huis. Wat? Zoals ik zei. Ze gaat terug naar haar moeder waar ze hoort. U bent gek. U kan een behandeling van maanden niet afbreken. U hebt zelf gezien hoe ze vooruit is gegaan. Het zou funest zijn om er nu weer terug te plaatsen in de eigen omgeving. Wat is dit in godsnaam? Wraak op een kind? Omdat twee volwassenen regels hebben overtreden van een kerk die niet eens de hunne is. U vertrekt vandaag. Een vraagje. Dokter Wansink. Antons voorganger. Dat was een goed katholiek, niet? Laat mij u iets vertellen dat u als een biechtvader ongetwijfeld weet. Iets dat alles, maar dan ook alles met de handicap van Rozemarieke heeft te maken.
Ik weet wat haar vader heeft gedaan. Ik weet ook hoe dat zwijn is gestorven. U weet hoe dat is gegaan. Ik zou hetzelfde hebben gedaan als dokter Wamsink. Maar het is juridisch gezien moord. U hebt uw biechtgeheim, akkoord. Maar ik heb mijn medische eed gezworen. En ik ben ervan overtuigd dat Rosemarieke's handicap niet aangeboren is. Als arts acht ik haar behandeling van groter belang dan uw moraal. Alicia even vast. Ja, dat is goed. Oh. Hallo, kom binnen. Hi. Hallo. Dag Jaap. Hallo. Ja. Waar is mijn petekind? Dag Alice. Hier is ze dan. Meneer Meeting, gaat u zitten. Ik heb direct naar uw telefoontje met het ministerie gebeld, dokter. En? Ik heb goed nieuws voor u. Den Haag zal de zaak meteen in onderzoek nemen. Onderzoek? De zaak was toch duidelijk? Ja, maar wel onvolledig. En daarom moeten eerst zorgvuldig de feiten onderzocht worden. Nee, het werk aan de brug moet worden stilgelegd. Ik begrijp uw emotie, dokter. Maar zo werkt het niet. En dat is ook niet wat men in Den Haag dacht. Luistert u, er is al een man overleden. Een paar anderen liggen nu gewoon op sterven. Waar wachten we nog op? Dat zal wel zo zijn, maar zolang het oorzakelijk verband niet duidelijk is... Het oorzakelijk verband is duidelijk. Er werken daar mensen 10 uur per dag onder de meest vreselijke omstandigheden. Wat wil Den Haag? Dan moeten er eerst ons meer doden vallen. Zoals gezegd, dokter. Er zal een onderzoek plaatsvinden. Spijt me. Dit is God geklaagd. Ik stel u persoonlijk verantwoordelijk. Je ziet eruit alsof je er eentje nodig hebt. Waar is Loes? Bij de ouders. Alice is bij haar. En? Hier,
En, Advoen Noem. Hoe is het met haar? Over dat toeren. En tegen mij zeggen dat je niet met haar naar bed bent geweest. Het was ook zo toen. Tja. Dat zei ze. Ja, ze is vernederd, hè? Ik heb trouwens nauwelijks met haar gesproken. Meer met je schoonvader. Dat hij nooit geloofd heeft in een gemengd huwelijk. Laat Loes maar voorlopig. Je mag trouwens nog blij zijn dat ze katholiek is. Die mogen toch niet scheiden. Altijd hetzelfde gesodemieten met die wijven. Ja, dit is dan nog Loes. Als je dat vergelijkt met wat ik thuis heb zitten. Moet je nagaan. Kan ik eindelijk een goede baan krijgen via Rost van Tonningen in Den Haag? Denk je dat ik enige steun krijg? Rost van Tonningen? Ja, jochie. Binnenkort zit ik in Den Haag. Ministerie van Volksgezondheid. Volksgezondheid? Ja, Anton. Volksgezondheid. Thank you.